is zo ongelooflijk dat elke keer dat ik in een land, zeg maar, wat hoorde bij voormalig Joegoslavië ben, dat ik me meteen zo thuis voel. En dit wordt zo'n leuke dag. Ik heb er zoveel zin in. Zo ziet het er alvast uit. Oh, kijk die bergen. Ah. Ik heb zoveel zin om op pad te gaan. Ja, ik weet het. Voor jou is het waarschijnlijk nog niks boeiends. Maar voor mij is het al... Ik weet niet, het gevoel al van... Thuis. Kom, we gaan snel ontbijten en dan op pad. Ah, ik ben echt zo enthousiast. Ontbijten met broodjes, boter, kaas en eieren. Hé, hey, boter, kaas en eieren. Hoe? So do you. Ik dacht, ik neem even pannenkoeken, maar dit zijn gewoon frisbees, joh. Ga eens kijken hoe ver ik kom. Nou, ik heb er 2 opgegeten. Het ergste is, ik zou die derde ook nog wel op kunnen, maar dat ga ik echt niet doen. Tot een nesten. Gisteren samo ovo jedna auta ili dva auta? A, dva auta, dva auta. A recite mi, jeste li prvi put ovdje? Dolazila sam kad sam bila mala, ali baš ono 5-6 godina, tako nešto. Ik zou de theme song willen maken. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, I think I like it, oh oh. Maar dat ga ik niet doen, want de theme song van vandaag is een heel oud liedje, Joegoslavisch liedje. Van Lepa Brena. Ja, some Jugoslavenka. Ik ga hem hieronder linken. Het is echt cult. Moet je echt even kijken. Tverjava, Tverjava, Tverjava. Hier worden dus ook allemaal scènes van Game of Thrones opgenomen, heb ik begrepen. Ik kijk die serie niet, dus ik zou het niet herkennen. Maar als jullie het herkennen, geef vooral een geel. Oei! I'm so excited. Oh nee. Ja, some Jugoslavenka. Oh yeah. Yay! Tverjava, Tverjava, Tverjava. Kijk hoe tof! Yay! Super, super, super cool. Het is vet grappig trouwens. Volgens mij praat ik echt zwaar Jugo met een accent. En weet je, mijn woordenschat is ook niet heel groot. Ik ben hier weggegaan toen ik 8 jaar was. Maar die mensen hier, als ik zeg maar zeg goedendag en bla bla en gewoon dingen in het Jugo vragen en zo, zeggen ze, huh, maar die man vroeg het net bij de poort van, hoe kan jij zo goed Jugo praten? Ik zeg, nou, ik ben geboren in Belgrado, ik heb gewoond in Bosnië, ik heb familie in Kroatië. Oh ja, wat grappig. En wat is hij dan? Wees je naar Stefan toe? Is dat je man of zo? Ik zeg, ja, zoiets. Oh ja, ja. Ik wist even niet hoe je in het Jugo vriend zegt. Ja, gewoon heel stom. Maar, zo leuk om hier te zijn. Wauw, een natuurlijk fotolijstje. Jeetje joh, check dat water. Hoe ongelooflijk mooi is dat. Moet je ook voorstellen dat je dit probeert te veroveren. Dat lukt toch bijna niet. Zo'n rotswand. Wat, hoe leuk ziet dit eruit. Nu wil ik ook kajakken. Ik vind dit gebouw zo dope. Ik ben net de muur helemaal rondgelopen, een uur lang. Ze is pas 9 en ze heeft gewoon gered. Dit is een overwinningsdansje waard. Kom je? Ja! Geloof in stijl. Ja, ja! Woei! Woei! Double tap. Oh, niks zaliger dan een roze grapefruit ijsje na oververhit alle trappen op en af te hebben gelopen op de Tverjava, de stadsmuur. Yummy. Oh, roze grapefruit. Zo lekker. Moet je echt proberen als je een keertje tegenkomt. Stefan en ik zijn bij een super fancy beachclub gaan zitten. Kijk hoe chill. En eigenlijk willen we best wel gaan zwemmen, maar we hebben allebei geen zwemkleding bij ons. Gewoon niet over nagedacht, want check dit water. Dit is amazing. We gaan straks even checken of we toch misschien zwemkleding kunnen fixen. Ik heb iets super, super, super lekkers gehad als lunch. Dit is burek en ik hou ervan wanneer die zeg maar zo gerold is, om het zo maar te zeggen. In Belgrado heb je de Servische burek en dat is zeg maar echt laagjes, als een soort taart. Eerlijk, ik ben geboren in Belgrado, maar ik vind deze lekkerder. En dat eet je dus met yoghurt, die je ernaast drinkt. Dit is gewone yoghurt, zeg maar, die je in Nederland ook zou kunnen kopen, maar dan een stuk wateriger. Zodat je hem kan drinken en hij is dus niet zoet. Heel apart, maar dit
Dit is echt mijn kinderlunch. Hier word ik heel blij van. Hij is trouwens warm. En in deze zit kaas. Je kan hem ook met gehakt of aardappel of spinazie of pompoen eten. Kaas is wel mijn favoriet. En Stefan wordt er helemaal gek van, want die houdt niet van kaas. Maar je eet je dus dit en dan drink je daar yoghurt bij. Oh, eerst is gelukt. Check hoe mooi dit plaatje is. Check die wasbak. Kijk hoe mooi. Oh, ik wil ook zo'n marmeren wasbak. Het is echt marmer. Wat een pracht en praal. En aangezien deze hele badkamer gewoon prachtig is, kan ik je meteen mijn outfit laten zien. Ik heb een roze topje aan van de Primark. Daaronder heb ik mijn monkey topje aan. Leren rokje met hier borduursel, wat je denk ik niet kan zien. Beetje jammer van die prullenbakken, maar kijk vanaf hier. Hoe epic is dit beeld? Wauw. Zo mooi. Ik denk dat ik hier even een Instagram foto ga maken. Daarbij heb ik ook mijn zilveren schoentjes aan en sportsokjes uit Korea. Volgens mij zijn er nog oude familievideo's dat ik hier als klein meisje met handen was. Ik weet niet zeker, zou ik aan mijn moeder moeten vragen. Maar ik kan me vaag iets herinneren dat ik mijn handjes hieronder hield om ze te wassen. Zo leuk om weer terug te zien, joh. Kijk, deze foto is volgens mij in Dubrovnik genomen en deze ook. Ik heb geen idee waar die trap is. Ik zal het zo eventjes aan iemand gaan vragen. Deze heb je misschien al op mijn Instagram gezien. Maar ja, het zou op zich wel heel tof zijn om dit ook weer terug te zien. Kijk hoe klein ik was. Dat is mijn broertje. Hij is 1 jaar jonger. Oké, ik heb het gevraagd aan de ober en als het goed is, zijn die trappen achter deze kerk. Dus we gaan er eventjes omheen lopen. Kijk hoe mooi het hier is. Het is echt zo ongelooflijk. Ja, het is oud, maar ik weet niet. Gewoon heel klassiek en prachtig. Ik vind het echt, echt zo mooi hier. Ik kan het je van harte aanraden om hier op vakantie te komen. En ja, ik bedoel, je hebt de beachclub gezien. Kroatië is vrij modern. Je kan hier ook goed feesten. En oh, kijk dan. Kijk hoe cool die straat eruit ziet. De tegels zijn ook helemaal glad. Ik weet niet of je het ziet. Maar je moet hier goed uitkijken dat je niet uitglijdt. Zeker als het regent. Volgens mij moet je oppassen. Maar het ziet er wel super, super, super mooi uit. Even kijken of we de trappen kunnen vinden. Je moet hier dus ergens omheen kunnen lopen. Ik ga even lopen, kijken of ik het kan vinden. Hier heb ik in ieder geval 100% met de duiven gespeeld. Dat weet ik nog zo goed. Unbelievable. Het is zo gek om terug te zijn. Jammer, de bammer. Ik kan die trappen niet vinden. En ik ga nu weer terug. Stefan zit gewoon op een trasje. Maar kijk wat een mooie, lieve straatjes. Zo echt heel veel van dit soort kleine straatjes hier zo. Het is hier zo prachtig. Als je dit nog nooit hebt gezien en je bent bijvoorbeeld fan van Game of Thrones. Dit is de plek voor je volgende vakantie. Helaas, pindakaas. De trap is niet gelukt. Het zwemmen is niet gelukt. We konden niks vinden in de buurt. Maar wat wel gelukt is... Tjewapi! Oei! Een van de weinige vleesgerechten die ik zeker wel eet. Dit zijn gekruide gehaktrolletjes. En het is super typisch traditioneel Joegoslavisch. Soms geven ze er een pita broodje bij. Hier doen ze dat niet. Maar je krijgt wel aiwar. Dat is dus paprika. Wat is het? Een soort paprika puree krijg je erbij. En ik heb blijkbaar ook frietjes erbij gekregen. Omdat ik vroeg of ik het kon meenemen. Wij gaan nu namelijk terug naar de boot. Kijk hoe tof. We zijn terug op de kamer. En ze leggen dus elke dag zo'n briefje met 2 chocolaatjes neer. En dan goedenacht in de lokale taal. En vandaag is het lakkoenootje. Wat betekent, ja, fijne nacht. Of eigenlijk letterlijk vertaald betekent het makkelijke nacht. Maar het betekent gewoon slaap lekker eigenlijk. Oh ja, en er zit een olifantje naast. Kijk hoe schattig. Onderweg naar de boot zijn Steven en ik nog een grote supermarkt tegengekomen. En ik kon het niet laten. Ik heb lokale lievelingssnacks gekocht. Bayadera. Dit. Als je ooit in Kroatië, Servië, Montenegro, whatever, ergens in de Balkan bent, koop dit. Het is praline met amandel noga. Ah, en noga is meestal heel hard. Dit is heel zacht. Het is zo lekker.
Marshmallow, ook een favoriet van mij. Marshmallow met een koekje eronder en chocolade eroverheen. Zo lekker. En Rivotinskotsaastor, het zijn gewoon simpele chocolaatjes. Maar ja, dit kreeg ik als kind altijd en daar word ik nog steeds heel blij van. We eten vanavond in een Aziatisch restaurant en kijk eens wat ik heb. Groene papaya salade. Wel heel anders dan hoe ik hem in Thailand had, maar nog steeds ziet het er erg lekker uit. Het tussengerecht is sashimi en sushi. Het hoofdgerecht is een vegetarisch hoofdgerecht met seitan en tempeh gemarineerd in sesam en dat soort dingetjes en heel veel groenten erbij. Als toetje heb ik passievruchtenijs, lychee en nog iets. Ja, lychee-ijs is echt fantastisch. Zo lekker. Wasabi. En lychee hebben we toch ook? Ja. En wasabi. Voor het slapen ga ik nog heel even mijn boekje lezen in bad. In dat heerlijke bubbelbad. Even ontspannen. Ik heb mijn gezicht schoongemaakt, tanden gepoetst. Ik ga zo slapen. Dankjewel dat je vandaag bij was. Het was toch echt wel een bijzondere dag voor mij om hier, ja, 20 jaar later toch voor het eerst terug te zijn. En dat hebben we samen gedaan. Ik heb hele leuke dingen gezien. Ik heb helaas die trap niet gevonden. Ik had ook heel graag in die zee willen zwemmen. Maar weet je, er blijft er gewoon wat te wensen over en moet ik maar gewoon nog een keer terugkomen. Ik heb trouwens iets bedacht, want ik vind het best wel tof als jullie vragen stellen in de comments en dat soort dingen. Maar ik heb niet altijd tijd om alle comments te beantwoorden. Dus wat nou, en je moet ook maar zeggen als je het een stom idee vindt, dat kan ook. Wat nou als ik elke dag in een vlog, en als ik blijf vloggen, een vraag raadpik en die sowieso in de vlog beantwoord. En wat je dan ook kan doen is als je zeg maar de vlog bekijkt en ik kijk altijd naar de comments standaard. Als je daar een vraag ziet staan waarvan je denkt ja die vind ik ook wel goed, die wil ik ook beantwoord zien. Dat je daar eventjes een duimpje omhoog doet en dat ik dan de vraag met de meeste duimpjes eruit kies. Het is even een experimentje, misschien vind je het leuk, misschien vind je het helemaal niks. Laten we gewoon even checken of dat werkt en dan ga ik voor de vlog van morgen alvast een vraag uitkiezen. Mocht je geabonneerd zijn, dan gaan we morgen samen op stap in Kotor, Montenegro. Ook een soort van home country. Hoewel, zeg maar, in het oude Joegoslavië waren Montenegrijnen waren altijd een beetje pispaatjes. Maar je weet hoe dat gaat. Nederlanders zeiken op Belgen, Belgen zeiken op Nederlanders. Het is precies in deze regio ook zo. Dus, weet je, Serviërs zeiken op Kroaten, Kroaten op Serviërs, bla bla bla. Allemaal met elkaar. Anyways, ik heb er mega zin in. Mijn schoonouders zeiden ook dat het een hele mooie plek is om te zien. Dus mocht je nou nog niet geabonneerd zijn en denken, yes, ik wil morgen ook met jou mee op pad. Of met de hele crew ondertussen. Klik dan hier om je te abonneren. En dan gaan we sowieso samen ook nog veel meer reizen. Mocht je nu een andere vlog willen zien, dan kan je die van gisteren bekijken als je dat leuk vindt. Of hiermee kom je ook bij de afspeellijst van de travel vlogs. Daarmee kan je ook oude travel vlogs terugkijken als je dat leuk vindt. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.